En dan nu? De bureauchef komt onverwachts het kantoor binnen en stelt vast dat Anton-Jan Jansen zit te fluiten. Dat gaat toch echt niet, meneer Jansen? U kunt toch niet fluiten en werken tegelijk? Ja, zegt meneer Jansen, maar ik fluit alleen maar. Hallo kijkers. Vandaag ga ik het met u hebben over de bestrating van plein 44. Er is een nieuw plein aangelegd en daar liggen stenen op. Die hebben nogal een hoogteverschil. En nu hebben ze bedacht om daar gladde stroken op aan te gaan brengen. En dan vraag ik mij af, waar komt die gladde strook dan precies te lopen? Loopt die 3 meter brede strook aan één kant van het plein? Of loopt die strook schuin over het plein van de ene naar de andere hoek? En welke hoeken gaan ze dan met elkaar verbinden? Gaan ze aan alle kanten een rechte strook maken? Of komt er een kruisvorm met rechte paden midden op het plein? En wat was er trouwens mis met gewone stoeptegels? Mijn voorstel is om de strook van 3 meter als volgt in een spiraalvorm aan te leggen. Dan kun je uiteindelijk overal komen op het plein zonder de hele tijd door elkaar geschud te worden. Makkelijk en praktisch. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Voor het Leninplein in Pskov hebben ze 50 jaar geleden al deze oplossing bedacht. Gras en grote stoeptegels.